Dames was het waren er ook geweest. Oh, dames was het dan. Top, top, top. Top, top, top. Sammy! Hoi Hans, nog de beste wensen. Beste wensen. En ook allemaal nog de beste wensen. Iedereen de beste wensen. Het is mooi, daar zag je me voor. Het hebben we zondag. Ja, belangrijke wedstrijd, klassieker tegen. Tegen wie? Met de kakkelakken. Wat gaan we doen? Ik denk 3-1. Zo, ik had 5-0. Oh, zo. Ja, ik ben heel optimistisch. Ja, ik ben optimistisch. Want ik zag een huntelaar in de spits staan, dat zeg ik. Ja, dat is wel. Ja, en we hebben een Argentijnse verdediger. Dat is goed, hè? Ja, weet ik nog niet helemaal zeker, maar nou, ik heb wel genoten van hem even, die wedstrijd die ik gezien heb. Ja. En we hebben een nieuwe trainer. Ja. Ter Hag. Nou, het is erop van onder, anders is het over. En Schreuder als assistent. Ik weet niet waar we mee bezig zijn, maar het zal wel goed zijn. Ik vind het ook best wel gedaan, best wel. Eigenlijk. Ja, ja, oké, okay, maar laten we. Ingekocht. Ja, ik weet het niet. Nou, ja, weet ik nooit. Ik bedoel, het is wel iemand die heel zachtjes kan praten. Een heel raar stemmetje. Maar, is er niet, hè? Maar het is misschien wel iemand die tactisch heel goed is. Oké, okay, Ter Hag. Ik heb een goed gevoel. Ja, dat vond ik niet zo nog. Wij? Nee. Maar hij ding, hij wel dezelfde kapper als Kaasen. Ja, daar heb ik niet zo. Maar, we gaan het zien, ik denk. Ja, maar ik weet iets, Ajax moet nu winnen. En die wijkt terug tegen Utrecht, tegen de Dommers. Het domst dat. En die kakkers spelen woensdag ook tegen Utrecht. Dus de voordeel is hier in de Ajax, denk ik. Ja, maar we moeten er alleen zien. Maar we mogen niet verliezen. Die kakkers zeggen van ja, we gaan wel even winnen in Amsterdam. Want, nee, dat gaat niet gebeuren. Ze hebben een goed gevoel, want ze halen van Persie terug. Hè? Dan hebben ze dus een nieuwe kaartsyndroom, hebben ze dan weer. Dat is ook oud, man. Ja, maar de, ze proberen hier alles uit de kast te halen om nog een beetje te groeien van kijk, we zijn er weer. Maar wij zijn er weer. Ik hoop het, we willen er zijn. Wij zijn er weer. Ja, ja, dat was het verhaal. Dat was het verhaal hier echter. Ja, dat is ook zo. Heel goed. Kom maar, van waar de tijd gaat. Het is 2018, niet 2017. Als je het even weet, jongen. Ik leef nooit 2017. Ja, geleden was dat, hè. Ja, dan weet je het weet. Ja, ik leef nog wel weer. Maar in ieder geval, wij gaan winnen gewoon. Ja, zeker weten. Ik zet je 5-0. Jo, dat kampioen. En als je nou het filmpje deelt. Hans, wat heb je dan? Ja, volgens mij heb ik hem ook. Ja, hem ook, hè? Ja, en dan geef er twee weg dit keer. Ja, twee mensen krijgen een anti-kakkelak shirtje. Want dat zijn wij ook wel best wel, hè? Anti-kakkelak. Maar ze zijn best wel anti-kakkelak. Dus eigenlijk ga je rood in Rotterdam, want dan krijg je. Kakkelak. Dat zei ik niet, hoor. Nee, ik wel. Dus bij deze, dit was het. Ja, kampioen was het. Zitten we weer in het Betondorp Café, ja. Betondorp, ja. Oude praathuis, toppie. Ja, hoe is het gezellig? Hoe is het gezellig in de bar? Ik ben met een cola uit en jij met je hart in de bar? Ja, ja, top, leuk. Ziet er goed uit. Onder koffer, zie je die top. En laatste tijd veel filmpjes maken hier. Veel filmpjes, ja. Dank zij, Gerrit. Niet in de wc, hè, filmpjes, hè? Nee, ja, ja. Nee, je weet. Maar in ieder geval zondag Ajax, jongen, we gaan winnen. 5-0. Ja. Ik ben hier al. Ja, ben hier al. Oh, we gaan naar de snel. 5-0, jij zit er aan. 3-1. Ja. 4-1 zeg jij. 3-1. Ja. Oh, ik dacht dat je zei 4-1. Nee, dat was voor de gek. Ik heb 5-0 in mijn hoofd, jongens. Echt, ah, dat zou mooi zijn. Vannacht heb ik erover gedroomd, we gingen winnen in ieder geval. Dus, oh. Ik zag ze jagen. Ik zag er rood-wit, ik weet niet of het rood-wit is. Het kan ook zo de verkeerde zijn. Als je gedroomd hebt, is dat altijd wel goed. Ja, toch? Ja, meestal wel. Dus in ieder geval, kom af en toe naar het café Totondor en drink een biertje. Gezellig, ja, met Hans. Begin je. En dan hebben we zeker een lul in je kiertje.